2050 zijn we naar schatting met 9,9 miljard mensen op deze wereld. Dat betekent dat de voedselproductie drastisch omhoog moet. Er zijn berekeningen dat dit met 70% moet stijgen. Om dit te kunnen doen, moeten boeren meer en duurzamer gaan produceren. Data en technologie kan hier een rol in spelen. Afgelopen week was er een live truck on tour met Waterwatch Cooperative. Zo stonden we onder andere in de jaarbeurs bij het Global Forums of Innovations in Agriculture. En vandaag zijn we bij de Hogere Agrarische School in Den Bosch, waar we het eindresultaat gaan bewonderen. Waterwatch Cooperative is een onderneming die 3 jaar geleden is opgericht. Wij willen feitelijk een navigatiesysteem voor boeren, een soort TomTom voor boeren, willen wij gaan ontwikkelen. En wat is jullie doel verder? Ons doel is om boeren meer te laten produceren met minder input van water, kunstmessen en pesticides. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat we in 2050 veel meer voedsel moeten produceren. Met minder water en met minder landbouwgronden. En daar is een enorme innovatieslag voor nodig. Ja, Ronald, deze week heb je samen met onze partner The Next View gewerkt aan een case voor Waterwatch Cooperative. Wat hebben jullie opgeleverd? We hebben een app gemaakt om hem te helpen bij wat het beste is voor zijn akker. Om het meeste uit zijn akker te kunnen halen. Er zijn eigenlijk 4 aspecten die de app biedt. Het eerste is, zoals je hier ziet, een weervoorspelling. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Het tweede is de ziektedruk. Moet hij daar rekening mee houden? Ja dan wel nee. Het derde is een historie van de acties die hij op zijn veld heeft uitgevoerd. En het vierde is het opvoeren van nieuwe acties die hij gaat uitvoeren. En wat biedt dat de boer? Nou, met deze informatie heeft hij beeld bij wanneer het beste moment is voor hem om actie te ondernemen. Ik vond het geweldig om te zien hoe binnen 1 week we toch van een idee naar een bruikbare applicatie kunnen komen. Daarmee kunnen wij de komende tijd echt aan de slag.